Het wie een heel nevig gevoel. Je wist net, ik denk, je hebt een engeltje boven mijn schoen. Hoe is wat, weet ik ook net. Maar je kent, als je het weg hebt beleven, maar ik geloof, ik hoop het nooit weg te beleven. Trientje Smeding is een van de Friezen die de ierdbeving in Christchurch van dichtbij meemaken. Zij en haar gezin maken deel uit van een groep boeren die drie weken terug naar Zeeland reizen. Het eindpunt van de reis was ze haast fataal. Eerst weer een heel gerommel en toen weer in een nieuwe galbeweging, of zit je op galven in het schip. En ik kon krijg staan blijven. En er waren al mensen die zijn de dik aan sloegen. En er was zelfs een brommer die sloeg zijn de peel aan. Ik reisgenoot Kerst van der Meer ontsnapte onder deer. Hij wie krijgt uit de kathedraal doet het gebouw in Stwarte. Bij het vromschijn van de foto's en de beelden komen de emoties los. Ja, het begint nou een beetje bij rond te komen. Ik heb verdrukt. En er zal wel een moment komen dat het toink-toink door de hotte gaat. Dat verwacht ik nog wel. Sneintemorgen kwam de familie Smeding weer aan in Grauw. Nu pas vernemen ze hoe de boetenvrouw met zijn meilibben had. Hallo. Goeie. Ah, hallo. Goeiedag. Mooi. Ik ben blij dat je hem bezocht. Ja, ik ben niks zo blij dat we hier binnen. Want we gaan een engeltje boven mijn schoen. Ja. We kunnen hier rustig leven in ons eigen grauw. En, dat vind ik wel weer belangrijk. En ons dochter en haar vriend, die heb ik heel wat beleefd. Want die wien hier. En daar heb ik wel aardig goed in zitten. Want die moest niet later bellen en dat, zo mij de delen. En, Vertelde dat je er nog binnen. Ja, en dat je er nog binnen.